De Fender Stratocaster is de meest verkochte gitaar op de aardbol. Alleen al daardoor, omdat je hebt daar drie pick-ups op, een variatie van vijf standen, waar je dus vijf totaal verschillende geluiden kunt maken. Veel meer, als je met je toonpotmeter nog gaat werken, wat ook heel belangrijk is. En dat is het meest bekendste geluid wat we kennen, eigenlijk. Dat is de Fender Stratocaster. Dan humbucker gewijs, ja, Fender heeft ook wel gitaren met humbuckers. Maar humbucker gewijs, ja, dan gaat men al vlug naar een Les Paul. En dat is dan iets ronder van geluid, minder scherp. En meer volumieuzer van geluid eigenlijk, ronder en volumieuzer. Terwijl Fender, zo'n Fender Strat, kun je bijna in alles gaan gebruiken. Denk maar aan Jimi Hendrix, of The Shadows, of... Ja, zijn mogelijkheden zat. Iemand die hard rock speelt zal niet zo snel naar een Fender Stratocaster grijpen. Indien ze al naar een Fender zouden grijpen, dan zal het waarschijnlijk eerder een Tele zijn of een Strat met een humbucker in, of Tele met twee humbuckers. En iemand die blues speelt gaat meer naar single coil gaan of lipstick pickups of iets er net tussenin. En beide merken, zowel Gretsch als Fender als Gibson, hebben geëxperimenteerd altijd met humbuckers. Humbuckers wil zeggen twee single coils tegen elkaar omgedraaid. Dus dat de polen elkaar een beetje opheffen en daardoor gaat je veel minder ruis gaan krijgen. Dus dat is ook wel zo. Een single coil zal meer ruis geven. Maar ook dat weer heeft zijn charme. En